Hey, leuk dat je kijkt naar deze Skills Dojo video, de eerste aflevering in een nieuwe serie. Er zijn zoveel bouw, ontdek, maak, leerproducten, te veel om overal een hele lesserie van te maken. Dus daarom hebben we een nieuwe serie bedacht. Elke aflevering testen we een nieuw product, zodat jij zelf kunt beslissen of het wat is voor jullie thuis, op school of in de klas. In deze eerste video de Fab Scholino, een bouwpakketje van een minicomputer. De Fab Scholino is een doe-het-zelf minicomputer. Wil je weten wat een minicomputer is? Bekijk dan de missie Programmeer je naam in licht met de microbit. Het Fab Scholino bouwpakketje is een op de Arduino gebaseerde microcontroller, die je helemaal zelf kunt bouwen, solderen en programmeren. En je kunt hem voor 20 euro bestellen bij de online shop van Conrad. Als je hem helemaal in elkaar hebt gezet, kun je er allemaal vette dingen mee maken. Een TV Be Gone, een deuralarm of een stoplicht. Op de site fabscholino.waag.org staan allemaal stap voor stap handleidingen die je gratis kunt downloaden. Nou, wat zit er allemaal in de doos? Wow, behoorlijk wat. Printplaatjes. Kabeltjes. Een sensor. Verschillende weerstanden. Een USB-connector. Breadboard, ledjes. Bij de instructies op de site, die je kunt downloaden, zit ook een mooie bijlage waar je alle onderdelen op kunt leggen. Overal staat de naam bij, dan weet je in ieder geval zeker dat je het juiste onderdeel pakt. Naast alles in die doos heb je verder nog nodig een tangetje, soldeerbout en soldeersel. Verder staat er op de site een mooie instructable over solderen. Maar je kunt natuurlijk ook onze onmisbare Tools voor Makers missie doen over solderen. Het linkje verschijnt nu boven in beeld. Aan de slag! Klaar. Hij doet het. En nu begint het natuurlijk pas. Ik kan hem gaan programmeren en hem steeds ombouwen tot iets anders. Dat programmeren gaat via de Arduino compiler. Een instructie om deze te installeren staat ook op de site, voor zowel Windows als Mac. Mocht je trouwens ergens vastlopen, op de site vind je ook een debugpagina. Een heleboel stappen die je kunt doorlopen om het probleem op te lossen. Is het iets voor thuis? Zeker. Als je als ouder meehelpt, kun je er denk ik vanaf een jaar of 9 mee beginnen. Het is een mooie introductie in de werking van elektronica en programmeren. En wat ik zelf heel leuk vind, is dat je hiermee een stap verder gaat dan bijvoorbeeld bij de microbit. Je bouwt het dingetje eerst helemaal zelf. Is het iets voor school? Absoluut. Het past binnen de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld. En kan prima als les natuur en techniek gedaan worden. Ik denk wel alleen vanaf groep 8, misschien plus klasse groep 7. En er moet absoluut iemand bij zijn die verstand heeft van solderen. Een klein foutje en je kunt opnieuw beginnen. Vooral rustig aandoen dus. En een aantal keer geoefenen met solderen. Nou, onze score. We gebruiken een scoremodel van maximaal 5 sterren. En scoren de producten op prijs. Is het uitdagend? Niet te moeilijk en niet te makkelijk. Is het herbruikbaar? Is het iets voor op school? En is het iets voor thuis? 5 sterren dus voor de Fab Scholino. Als je meer van dit soort video's wil zien, geef dan een duimpje omhoog. En ik ben benieuwd naar jullie mening. Zou je hier een hele lesserie omheen willen zien? Of heb je een ander product dat je graag door ons wil laten testen? Laat het ons weten via de comments of via Facebook of Instagram. De links naar onze sites vind je hieronder. Tot de volgende video.